Mensen, goedemorgen allemaal. Rekening houdend met het tijdspad wat we allemaal nog af te werk hebben vandaag. En laten we hopen dat er ook heel veel dorpsgenoten enthousiast op pad gaan en onze huizen en onze bedrijven gaan bezoeken. Heet ik jullie allemaal van harte welkom. In bijzonder Rob Dam, wethouder van ons mooie dorp, om de officiële handeling te willen doen en duurzaam Heilo definitief leven te geven. We hebben de handen ineen geslagen. We hebben gesprekken gehad bij de gemeente. De gemeente staat er vol achter. We hebben gesprekken gehad met Heilo Energie, die staat er vol achter. Ondernemend Heilo staat er vol achter. Samen hebben we duurzaam Heilo. En ik zou aan jou willen vragen, Rob, om de officiële handeling te verrichten, zodat we ook definitief voor de hele media in de lucht zijn. Nou, dankjewel, Rob. Ik dacht, toen ik dat voorbereidde, dacht ik duurzaam. Ik heb altijd een beetje verzet tegen duurzaamheid. Wethouder, duurzaamheid. Ik vind het zo'n containerbegrip. Maar het is ook wel weer handig dat je dat begrip hebt, want dan kun je ook van alles onderscheiden. Dus ik dacht, toen ik hoorde dat we hier te gast waren bij de familie Leidekker, dacht ik, jeetje, dat die mensen dat zomaar zo een huis beschikbaar stellen, koffie, alles, geweldig. Ik vind dat geweldig. En ik dacht, het is toch iets met duurzaam. We zijn natuurlijk een duurzaam dorpje en we hebben ook een aantal dingen die erg duurzaam zijn, onze monumenten. Ik dacht, dan laat ik nou in ieder geval iets duurzaams voor de familie meenemen. Als dank voor het verpozen. Ja, dankjewel, alsjeblieft. Dankjewel, Rob. Alsjeblieft. Nou, dan bij het echte duurzaamheid. Hartstikke goed dat het gelukt is, wat Rob zegt, die samenwerking met de gemeente, met Heilo Energie en met ondernemend Heilo. En dat verenigt in duurzaam Heilo. Ik ben een man van de praktijk. Ik vind het altijd leuke beleidsnota's met goede doelen, goede doelstellingen, maar dan moet je maar zien of het lukt. Dus als je het van onderaf organiseert, is de slagkans groter. En de manier waarop het nu gaat, die duurzame huizenroute, dat is volgens mij een goede start. Je krijgt dan de ambassadeurs, de mensen die zeg maar in de buurt de voorlopers zijn, die enthousiast zijn, die ook met de praktijk in de hand kunnen laten zien wat het betekent. En dat werkt beter dan al een eer als gemeente zeggen, nou, het zou goed zijn als u ledlampen aanschaft, het zou goed zijn als u zonnepanelen doet, dat werkt niet. Misschien ook omdat de politiek het zegt, want dat is tegenwoordig ook niet meer zo'n garantie voor betrouwbaarheid. Maar het werkt gewoon beter als de mensen het zelf zeggen. Dus ik ben erg blij dat deze samenwerking tot stand gekomen is. We zullen een beetje op de achtergrond opereren en het met name bij Heilo Energie en bij de ondernemers laten gebeuren. En wij zullen daarin stimuleren en faciliteren. Dat zijn ook de twee trefwoorden vandaag, dat we als gemeente proberen ons te profileren. Dus hartstikke goed dat het initiatief er is. We hebben daar ook middelen voor beschikbaar gesteld om zeg maar mensen te enthousiasmeren. Ik heb me laten vertellen dat de 100.000 euro die we erin gesubsidieerd hebben, alweer voor 1 miljoen zeg maar omzet heeft gezorgd in duurzaamheidsmaatregelen. Dus dat is denk ik een goede manier waarop we willen stimuleren en faciliteren. Dus we zijn op de goede weg. We zijn heel erg ambitieus, want we hebben ons gecommitteerd aan een doelstelling om in 2020 20% minder CO2 de lucht in te blazen. Dat betekent een flinke ambitie. Daar moeten we echt hard aan trekken. En dan is het heel belangrijk dat we ook de bestaande woningbouw daarin kunnen betrekken. Want daar valt heel veel te halen. We gaan natuurlijk nog een flink aantal nieuwe woningen bouwen. Maar dat is allemaal niet zo spannend. Die technieken zijn er gewoon om daar zeg maar nul op de meter te kunnen realiseren. Maar de uitdaging ligt hem in de bestaande woningbouw. En dan is het mooi om hier te gast te zijn en te zien van wat individuele inwoners nou gerealiseerd hebben. Dus hartstikke goed dat het initiatief er is. Hartstikke goed dat de website er is. Ik ga hem zo bekijken. En dan wil ik graag de officiële handeling doen. Daar staat hij. Ik tel niet af. Ik druk nu. Kijk. Hey. Hey. Je ziet duurzame huizenroute, als daarop geklikt wordt, dan zie je de adressen die vandaag openstaan, net zoals we dat gepresenteerd hebben in alle andere media. En er is vandaag ook een duurzame bouwmarkt, spontaan het leven ingeroepen door de firma Kops en een aantal collega-ondernemers die erbij gesprongen zijn. En waar mensen dus informatie kunnen halen over alle mogelijke duurzame voorzieningen aan huis en haard, om het zo maar uit te drukken. Als ik één voorbeeld van mijn eigen bedrijf mag noemen. Die verlichting die ik gewoon dagelijks nodig heb, die is volledig vervangen voor TL-verlichting, geeft 70% energiebesparing. En als ik kijk naar de investering die ik heb moeten doen, en daar heel realistisch na 10 jaar moet je TL's vervangen,
de normale TL voor investering eraf trekt. Dan heb ik het binnen een half jaar terugverdiend. Mooi, dan had Jacco nog iets in de presentatie. Even kort over het huis. Ik hou het heel kort, want er zijn heel veel gezegd. Maar ik wil in ieder geval mijn dank uitspreken naar Duurzaamheid Nederland. Dat daar deel van kan zijn. Dat vind ik ontzettend leuk om daar aan mee te doen. En Louise bedanken dat hij dit allemaal over zich heen laat komen. Oh. Zeker. Want zo staat er weer huis vol met mensen. Dus hartstikke fijn dat dat allemaal kan. En je mij lekker in mijn gang laat gaan. Ja. Er komen er mooie dingen uit voor. Even kort over het huis. Zonnepanelen zijn er. Er zijn doorstromers die elektrisch het water verwarmen. En dus de energie van de zonnepanelen krijgen. We hebben eerder al veel geïsoleerd. En één infraroodpaneel nu in onze slaapkamer. Ja. Om eens te kijken hoe dat is. Dus ik hoop op termijn de hele cv-installatie eruit te kunnen doen. En wat meer panelen, dan zijn we gewoon helemaal. Ja, alleen dat half jaar wat jij noemde, dat heb ik nog nergens kunnen. Jij bent de man van cijfers. Ja, ik ben de man van cijfers. Je hebt ze gezien. Maar bij de volgende vergadering laat ik ze graag nog eens zien. Dat klopt helemaal. Ja. Dat is, erg leuk. In ieder geval bedankt ook allemaal voor jullie aanwezigheid.